Goedenavond, welkom bij Zelda Play 20 Nieuws. In het volgende update zijn we erachter gekomen dat Mario een behoorlijk harde val heeft gekregen en in het ziekenhuis ligt en probeert het te herstellen van zijn verwondingen. Ondertussen is Luigi de Galaxy aan het redden en natuurlijk probeert hij ook Princess Peach te redden. Dit nieuws is gebracht door de vorige aflevering Zelda Play 20. Hoi, daar ben ik weer! En de vorige aflevering hebben we dus een Grand Power Start te pakken gekregen en hebben we dus geleerd dat we daardoor naar de domes toe kunnen, waardoor dat we naar levels kunnen, waardoor dat we dus Power Stars kunnen gaan halen. Dus laten we daar maar eens even mee gaan beginnen met meer tutorial. Ja, jou ga ik niet voicen, want ik leg dit allemaal zelf uit. Je hebt blauwe sterren, dat zijn poolstars. En elke dome die heeft dus zijn eigen poolstar. Wat je dus zeg maar naar de observatory brengt. En waardoor dat je dus zeg maar de levels kan zien. Dat doe je door gewoon op te klikken en op A. Nou, we hebben één ster. En nou zie je dus zeg maar dat je vraagtekenblokjes hebt. En tot er dus zeg maar diverse levels zijn. Je hebt bijvoorbeeld één sterretje daar. Je hebt 3 sterren nodig voor hem. Voor hem weet je niet hoeveel sterren dat je nodig hebt. En voor natuurlijk de baas heb je dus ook, daar heb je 8 sterren voor nodig. Je kunt de galaxy omdraaien. Ja, je kunt gewoon rondkijken zoals je dat jezelf zou willen. En natuurlijk, een nieuw galaxy has appeared. Daar gaan we naartoe. Level 1. Point at the screen, ja. Good Egg Galaxy. Dat is het eerste level waar we naartoe gaan. Ieder level heeft zover ik weet 3. Als ik me niet vergis, hè. 3. Ja, 3 sterren, zie je. 3. Dus wat ik ga doen is ik ga gewoon beginnen met het eerste level. En we kijken wel hoeveel sterren dat we kunnen gaan halen. Voordat jullie gaan vragen hoe lang duurt deze let's play. Hoe lang gaat deze let's play nog duren. Weet ik het allemaal nog meer. Deze let's play duurt totdat we 120 sterren hebben. Het maximale aantal sterren die je kunt halen is 120. Tel je in het Mario spel erbij, dan heb je er inderdaad 240. Maar die allebei zijn exact hetzelfde spel. Dus of je nou als Mario speelt of Luigi, de levels zijn allemaal hetzelfde. Er zitten geen veranderingen in. Het enige verandering is dat je speelt als Luigi. Goed, dat weg uit weg te hebben, gaan we naar ons eerste level waar we gelijk een secret kunnen vinden. En die is nogal heel erg, die is nogal heel erg mak. Die is nogal heel erg mak. Die is nogal heel erg mak. Die... Luigi, die stelt me teleur. De eerste secret is nogal heel erg makkelijk te vinden met Luigi. Dat doe ik toch gewoon zo. Hop, nee. Luister. Goed zo. Dit is de eerste secret. En de secret is niet echt heel erg boeiend. Het enige wat je hiervan kan krijgen is een leven. Maar het is toch even leuk om te laten zien. Je pakt het vraagtekentje en... Oude klassieke Mario 1 muziek, heerlijk. Goed, ja, je krijgt dan zeg maar een leven. Deze gouden buttons die je hier hebt, daar kun je op schieten met Starbits als je Starbits zou hebben. Met B-knopje, hoort dat tikje. Dat is dat ik hier Starbits heb. Dan komt er een muntje uit en dan kun je dus zeg maar een muntje krijgen. En dat is hartstikke handig op het moment dat je dus zeg maar schade zou hebben. Goed, wij gaan sterretjes vinden, want dat is ons doel. Dus laat ik eens naar beneden lopen. Hi! Ja, er zit hier dus zeg maar heel veel zwaartekracht in, waardoor dat je niet naar beneden kunt vallen ofzo. Dus sommige punten zou je wel naar beneden kunnen vallen, dat zal dus wel heel erg dangerous zijn, maar ja, hier is dat niet het geval. Ach ja. Net zoals hier, muurtjes, geen probleem, wij lopen er gewoon naartoe. Hi. Ik heb geen zin om met jou te praten. Nee, ik heb geen zin om met jou... Ja, je vrienden zijn... Ik heb geen zin om jou te gebruiken. Ik spring er gewoon zo naartoe. Batterij! Dan wordt weer de main gimmick hier, batterij, weet ik niet. Dus, hi. Oké, hier moeten we weer die dingen gaan verzamelen. Jullie hebben hier nogal veel puin. Ik weet niet of jullie een cleaning device hebben of iets wat dat even op kan ruimen, maar... Die zwarte dingen trouwens, die zwarte strepen die je ziet, daar loop je nogal langzaam door, dus daar wil je vooruit kijken. En die stenen, die hebben dus één, auw, zwakte. En dat is zeg maar dat rode middelste punt en dan kun je dus ontiegelijk veel... Nee. Ik wil niet mijn eerste faal krijgen in part 2. Dat sta ik niet toe. Geef me een muntje. Oké. Huh. Ik bedoel, nee. Ik heb jullie laten zien hoe pro dat ik ben in Mario Galaxy 2. Oké. Oeh. Ik heb jullie laten zien hoe erg pro dat ik ben in Mario Galaxy 2. Dus dat wil niet zeggen dat ik hier nou geen pro ga zijn. Ik ben hier gewoon pro in. Ja, zullen we dat gewoon afspreken? We zullen gewoon pro doen? Ja, bij mijn faal? Ja, ik ben wel faal. Oké, dan kunnen we het eigenlijk eventjes testen. Oh. Oké, we hebben 46 starbits.
Oh. Ja, elke 50 starbits krijg je dus een extra leven. Dus levens is geen issue. Duidelijk genoeg. Oké, okay, dan moeten we hier dus naartoe. Ik wil die ook nog hebben. Oké. Okay. Hallo blauwe blubs, hoe gaat het? Ik weet niet wat jullie zijn, maar jullie zien nogal creepy uit. Wil ik stoppen met bijna zo vaak te falen? Jeez. Wat is daar? Wat is die hier? Hi. Vind je vast en zeker niet erg om heel even te doen? Ja. Wat is daar? Volgens mij ben ik per ongeluk bij een bonus stat terechtgekomen. Dit is een bonus stat volgens mij. Boom. Wat? Luigi is een beetje een glijer. Weet ik veel. Oh, dat was niet slim. Oké, dan spring ik toch gewoon heel eventjes. Nee! Ongelooflijk gewoon tot ik al in deze part mijn eerste dead heb. Gewoon in part 2. Ongelooflijk gewoon. Ik sta daarvan te kijken. Oké, nou, dan kom ik dus hieruit en ik zit vast in het zand. Hier hebben we een starbit. Mafketeltje, die geeft heel erg veel starbits. Altijd handig om die te killen, maar... Serieus! Volgens mij was er gewoon al een detour of zo. Ik weet niet, want dat was niet in de oorsprong. In mijn testrun heb ik het niet gehad, dus... Of dit brengt ons gewoon naar een hele andere set. We zullen het zien als ik naar die kegel daartoe ga. Oh, starbit. Ik wou die ook nog. Nee, dit is wel de goede, denk ik. Hi. Je hebt een... ik ken jou! Jij bent van Mario Galaxy 2. Nou, oude schoen. Is hij gewoon van Mario Galaxy 1. Hi. Oh, nou, als ik me niet vergis, hoeven we jou dus alleen maar tegen je staart aan te slaan. Lekker makkelijk. Onze eerste baas gelijk ook. Nou, leuk. Dit is Baby Piet Piranha plantgeval beest. En hij is nogal makkelijk. Ik bedoel, ik heb hier Daredevils mee gehad. Als ik één keer geraakt word, dan ben ik zwaar teleurgesteld in mezelf. Krijg je eigen staart in je bak. Is niet handig om zo'n zware staart te hebben. Ik denk, zeg het maar even. En we hebben dus onze eerste star. Wat leuk. Oké. Hi. We hebben een ster. Mooi. Ik moet zeggen, ik vind dit leuk. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Nou, dan krijg je dus elke keer dat je dan terugkomt in de dome. En dan krijg je dus een sterke. En daar zijn we allemaal hartstikke blij mee. En Luigi die springt gewoon. Of ja, dat ding dat springt gewoon op een hartje. Dat is hartstikke leuk. Nou ben ik nieuwsgierig. Nee, dat is niet echt nodig elke beurt. Ja, starbits, those things are the tastiest, most delicious, bla bla bla. Dan gaan ze dus uitleggen dat je dus zeg maar Lumas sterren of starbits zou kunnen voeren. Dus op het moment dat je dus zeg maar starbits oppakt. Tot je die zou kunnen schieten naar die Lumas. Nou, naar gewone Lumas is dit totaal zinloos. Ze krijgen alleen maar dan een tekstje van, that's a ticket, yum, yummy, delicious, heerlijk, oh ja, blij, geef me meer. Juist. Nou, je kunt ze dus ook zeg maar op enemies schieten, maar je kunt dus ook Hungry Lumas tegenkomen. En Hungry Lumas die eten behoorlijk veel van die zooi. Nou ben ik eigenlijk heel eventjes nieuwsgierig, want dan heb ik dus Good Galaxy gedaan. Maar volgens mij heb ik of een andere route gepakt, of ik heb een verkeerde ster gepakt. Maar we zullen het heel eventjes zien. Ik doe heel eventjes knippen en mocht ik een fout hebben, laat ik jullie dat meteen weten. Oh, oké, okay, nou, ik heb heel eventjes gekeken jongens en het lijkt dus dat op dat punt... ja, je kunt dan zeg maar doorlopen en daar zit dan een plantje en die brengt je naar, naar dezelfde plek toe, alleen dan krijg je geen leven bij. Dus die warpipe die wij dus hebben, die je dus hebt laten zien, die ik heb laten zien op de Let's Play. Dat brengt je dus naar een extra leven, je kunt dus op de andere kant lopen en dan heb je net zo'n grote kans om de per te gaan. Dus wat maakt het uit? Oké, okay, dus we hebben een snack of cosmic proportions. En hier is het dus heel erg belangrijk dat we starbitches gaan verzamelen, omdat we hier dus een Hungry Luma hebben. Nou, komt het natuurlijk heel erg goed uit dat we... Ja, we zouden daar die leven weer kunnen pakken. Als je zo'n cirkel tegenkomt, even spinnen en je krijgt weer 8 starbits erbij. Dat is gewoon goed te weten. Oké. Ik weet niet wat jullie voor Goombas moeten voorstellen, maar... Zoals ik al zei, starbits zijn heel even belangrijk. Hoi. Mag ik heel even... Dank je. Goed. Deze warpipe die brengt je eigenlijk gewoon naar de onderkant toe. Is eigenlijk een beetje een zinloze warpipe als je het mij vraagt.
Oké, nou. Geef mij de starbietjes. Ik vind het wel leuk, al die starbietjes. Dus, nou, dan moet ik wel zeggen, ondanks dat het nou al natuurlijk dinsdag is, ja, heel veel die vragen zie ik dan natuurlijk ook van, ja, waarom niet begin? Nee, heel veel vragen dat helemaal niet af. Waar breng jij ons naartoe? Breng jij ons weer naar die groene dan ofzo? Oh, een andere bonus area. Oké, dat is altijd interessant. Laat maar eens zien. Waar is dit? Hetzelfde muziekje. Ah, dat is jammer. Nee, maar ik heb er eigenlijk heel weinig over gepraat. Ik had dus een Facebook-update zaterdag neergezet over dat aflevering later zou zijn, aangezien dat het moederdag was. En dan moet ik zeggen dat ik het wel heel erg gezellig heb gehad bij mijn moeder. Ik bedoel, ja, het is nou even zo'n momentje dat we toch een random leven krijgen. Dus dat ik dan toch heel eventjes random dingen ga zeggen. Nee, maar mijn moeder die was op het moment Tomb Raider aan het doen op de PlayStation 1. En ja, dat is een van haar favoriete spelletjes. En nou moet ik zeggen, ik vond het eigenlijk best wel komisch. Mijn moeder die was toen van, ja, die was er altijd heel erg gek van dat spel. Omdat die vond het echt heel erg leuk om dat spel te spelen. Alleen het was zo lang geleden, voor nostalgische waarde was ze dat dan weer aan het doen. Voor de mensen die Tomb Raider op de PlayStation 1 kennen, ja, sorry, ik ga het niet helemaal uitleggen. Maar, ja, zij was het dus aan het spelen en na een tijdje vroeg ze dus of ik het eventjes wou spelen, tot ze dan samen zouden gaan spelen. En ik moest dat dus echt gewoon doen in, ik moest dat niet doen, ik deed dat gewoon helemaal automatisch in Let's Play stijl, zonder dat ik er erg in had. Ik zat beesten belachelijk te maken, ik zat, hoe heet het dan, met die pistooltjes zat ik de hele tijd te klooien, zo van ja, pauw, het maakt niet uit, het maakt helemaal niet uit. Waar moet ik naartoe? Ik weet dat ik hier nou naar een zijwaarts pad moet, want hierboven zit nou helemaal niks meer. Deze starbitjes. Maar we hebben toen zoveel lol gehad en ik was dat spel eigenlijk best wel aan het afkraken, omdat ja, sommige dingen, het is dus zeg maar een puzzelspel, ja, je moet dus echt raadseltjes oplossen en puzzeltjes oplossen en dan af en toe komt wel eens een keer zo'n vijand voorbij of zo. En ja, na een tijdje was het alleen maar, je gaat naar deur 1 om daar een schakelaar te vinden die deur 2 opent, waardoor dat je naar deur 3 kan, waar je zeg maar weer een schakelaar moet je weer backtracken om weer een andere deur te vinden. We hebben zoveel lol gehad, dus ja, het werd nogal laat. En vandaar dat de aflevering dus een beetje laat was. Maar laat het reacties weten hoe jullie moederdag was. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar, als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ik denk, ja, dat is misschien wel een leuke topic, aangezien het moederdag net geweest is. Oké, het is nou, het is nou, ja, dan dinsdag, maar het is nou 2 dagen geleden. Ik denk dat jullie dat nou ondertussen wel weten, hè. Weet je, wat bekijk jij het dan, maar stomme koepa? Ik vind het al erg zat als ik, oh, kijk, nou toch eens. Starbits! Wat gebeurt er eigenlijk als ik die mis? Waar kom ik dan uit? Kom ik uit op steenplateautje? Oké, nou ga ik even kijken of ik die steentjes kan raken. Ja! Rolling Stones. I will break the bones. Dat die niet hebben. Oké, ik krijg er wel heel erg veel starbits van. Oké. Ah, tjaka! Oh, mis. Dat wil ik nog een keer proberen. Mag ik dat nog een keer proberen? Is dat oké? Okay? Is dat oké? Okay? Ka-ching! Geen steen. Houd Luigi tegen! Oké, behalve die steen dan. Ik ga me nou niet zeggen dat ik hier nou weer een death ga krijgen. Daar heb ik problemen mee. Ik heb er problemen mee. Ik weet dat we weer een extra leven erbij hebben, maar ik heb er problemen mee. Ik word echt heel erg vaak geraakt. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Zelfde play, je bent absoluut niet pro. Kom je erbij dat je pro bent? Oké, weet je waar? We gaan de tweede gaan we wel pakken. De tweede gaan we wel pakken. 1, 2, swing! Gaan we dan naartoe? Gaan we naar dit eiland? Zijn we daar niet al geweest? Zijn we hier al niet geweest? Kom maar, kom hier. Ik steel je leven. Dank je. Ja, daar komt het eigenlijk toch praktisch op neer. Als je op een kop springt, krijg je er een muntje voor. En op dat moment dan herstel je je leven. Hallo. Zeg, kom maar. Jij steelt mijn leven, ik steel jouw leven. Prima. Nou ja, eigenlijk hitpoint. Het is niet echt een leven, het is meer een hitpoint. Goed. Ja, hier zijn we al geweest. Oké. Goomba. Goomba. Eigenlijk best wel sneu als je geraakt wordt door een Goomba, ik weet het. Sorry daarvoor. Oké, nou. Daar zijn wij al geweest, dus ik skip hem. Oh, die muziek. Ik hou van die muziek van Mario Galaxy. Dit is gewoon de beste muziek ooit. Ik kan er niks aan doen. Oké, nou, dan komen we dus op dit ei terecht. Ah, daar hebben we die Hungry Luma. Oké. Als ik me niet vergis, vraagt dat beest 100 starbits. Oké. En waar breng jij ons naartoe eigenlijk? Ik,
Ik wil eerst even weten waar deze ons naartoe brengt, voordat ik naar die Hungry Loom toe ga. Brengt deze ons weer terug of zo? Ja, deze brengt ons weer terug. Nee, ik wou die hebben! Ik wil weten waar jij ons naartoe gaat brengen! Oké, waar brengt deze ons naartoe? Weer terug naar... Oh, fudge! Goed. Op het ei. Het Yoshi-ei. Hi. Hey, you. You got any days to stop it? I feel one of it. I want to transform. I need 100. Oké. Dit mag sneller gaan. That's it. I'm stuffed. Here we go. Sacrifice. Ja, ze offeren zichzelf graag op. Een beetje pak ik het neer. Een nieuw planet is born! Nou, ik hoop dat daar Rosalina blij mee zou zijn. Dat het een enorm planeet is. Wat, nou ja, planeet. Ik bedoel, serieus, noemen we dit... Dit is een planeet, jongens. Ik denk... Ik gooi er heel eventjes nadruk op dit, jongens. Dit hier. Hier, kijk. Dit, hier. Hè, hier, kijk. Dit is een planeet, ja? De planeet Aarde is ook een planeet. Nou, we weten hoe groot onze planeet is. Dit wordt ook dus een planeet genoemd. Zo klein dat je gewoon kan zien hoe rond dat het is. Hoe kan zo'n ding eigenlijk zijn eigen gravity hebben? Hoe kan iedereen ademen hier? Ik snap het niet meer. Ik snap er niks meer van. In ieder geval, in dit spel kun je ook walljumpen. Daar heb ik nog niet uit kunnen leggen. Jij kunt ook walljumpen. Waarom doe ik eigenlijk niet zo moeilijk? Gewoon, hoppakee, jumping skills. Oké, nou. Verandering van muziek. Nou, hoor je mij niet over klaar. Goed. Goomba, ik weet het. Je bent er niet blij mee dat ik je Starbits zie had. Maar dat is dan pech voor jou. Oké, dan moeten we hier dus een opening zien te vinden. En hier komen we dus zeg maar bij Gravity Swaps. Swaps. En op zich zijn die best wel grappig. Ik moet zeggen, ik ben zelf een hele grote fan van de... Ja, van de... Gravity puzzels zeg maar in Mario Galaxy. En het leuke is... Ik zou dus die kant op kunnen gaan. Maar ja, ik ben Luigi. Dus waarom? Ik ga liever hier naartoe. Niet dat het echt veel uitmaakt, maar het is gewoon leuk om eigenlijk de andere kant op te gaan. Terwijl dat spel niet weet dat je die kant op kan gaan. Dus net zoals hier. Je mag die kant niet op. Doe ik lekker toch. En net zoals hier. Ik spring gewoon erboven toe. Hey, vind ik even vast, dus ik niet erg. Een squishy fire. Wat leuk. Mag ik die leven? Oké, nou. Ik weet niet of ik dit... Ja, ik ken hier gewoon... Hey. Niet vals spelen, dan mag ik alleen. Oké, we hebben hier nog even zitten. Ik weet niet, ik vind het altijd leuk om alles te onderzoeken. Sorry. Ik ben geen speedrunner of perfectrunner. Ik ben een let's player en die houdt gewoon van onderzoeken. Voor mijn kijkers die mij kennen, die weten dat ondertussen van mij. Voor de nieuwe kijkers, welkom. Alvast bedankt voor jullie support en natuurlijk voor de reacties. Want ik lees ze allemaal. Maar ik moet zeggen, ik lees dus zeg maar echt iedere comment die er is. En nou vraag ik mijn eigen één ding af. Zou ik die stat pakken kunnen krijgen zonder al die blauwe dingen? Ik ga het gewoon proberen. Skills! Skills. Normaal gesproken moet je die blauwe dingen dus pakken en dan krijg je van die poolstars en dan kun je zo naar die stat poelen. En ik spring er gewoon naartoe omdat Luigi is een good guy. Good guy Luigi. Nou jongens, ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. We hebben 3 sterren. Ik weet, de sterren gaan hier iets langzamer als in Mario Galaxy 2. Maar in Mario Galaxy 2 hadden we 242 sterren en hier hebben we maar 120. Dus, heb je een leukste momentje? Niet op reageren, want ik wil graag weten hoe dat jullie moederdag was. Als je daar de tijd voor hebt, laat het weten natuurlijk. Wil je het niet laten weten, dan heb ik daar ook vrede mee. Laat dan weten wat je leukste momentje was als je daar de tijd voor hebt. En natuurlijk laat een like achter als je daar ook de tijd voor hebt. En ja, dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop jullie te zien morgen in een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. Tot dan. En ja, hopelijk dat het weer ook wat beter wordt. Want ik moet wel zeggen dat het weer een beetje aan de slechte kant is. Daar word je ook niet vrolijk van. Well done, brave explorer. You discovered a new galaxy. Gast, ik ben aan het afsluiten. Collecting power stars will expand our range of vision. Perhaps they eventually include the enemy base. Batteraar!